We staan hier op de Corda Campus in Hasselt, waar heel wat Limburgse bedrijven gevestigd zijn. En ik sta hier samen met deputé van Economie, Tom van de Put. We staan hier inderdaad in het hart van Economisch Limburg, de Corda Campus in Hasselt, waarvan een economie vandaag toch ongeziene klappen krijgt. Men verwacht een terugval van meer dan 8,5% en heel wat werkloosheid tot gevolg. Al eerder heeft Limburg grote economische tegenslagen gekend. Denk maar aan de sluiting van de mijnen of iets recenter de sluiting van Fort Genk. En dankzij dan de Limburgse veerkracht, maar ook de samenwerking met Vlaanderen en het federale niveau, zijn we die tegenslagen grotendeels ten boven gekomen. Sinds 2015 is Limburg erkend als een ontwrichte zone en zo kunnen er heel wat fiscale belastingsvoordelen naar Limburg komen en kan men gemakkelijkere jobs creëren. En dat is ook al heel goed gelukt, want sinds 2015 zijn er zo meer dan 5000 jobs bijgekomen en in totaal is er meer dan 22 miljoen euro op die manier naar Limburg kunnen komen. Het is belangrijk dat we allemaal onze schouders eronder zetten om dat project te verlengen. Naast federale steunmaatregelen is het ook belangrijk dat in Limburg bepaalde initiatieven genomen worden. We doen dat met een economisch herstelplan, dat heet het SALEC Turbo. En we hebben ook enkele heel dringende initiatieven genomen op kort termijn. Eén, de bedrijvenbelastingen stellen we uit naar het einde van het jaar, waardoor ondernemers meer financiële zuurstof krijgen. Twee, we zijn een aanbestedingsplatform gestart samen met VKW en Unizo Limburg. Drie, rond de retail hebben we eveneens een online platform gedaan om winkel hier te promoten met Unizo, om lokaal te kopen. Want lokaal kopen betekent ook jobs van morgen veiligstellen. En daarin kan het initiatief van volksvertegenwoordiger Steven Matthij echt wel soelaas brengen. Als we samen de krachten kunnen bundelen in Limburg om naast het SALEC Turboplan ook te zorgen dat Limburg fiscaal gestimuleerd wordt na volgend jaar en dat voorstel wordt goedgekeurd, dan denk ik dat we deze crisis allen schouder aan schouder in Limburg te boven komen.